Onder het thema fiscale wetgeving als basis voor duurzame ontwikkeling heeft de Surinaamse Federatie van Belastingsadviseurs, SFB, vandaag een seminar gehouden. Het doel was om de verschillende meningen over de belasting op de toegevoegde waarde BTW aan te horen. De activiteit vond plaats in de ballroom van Royal Torarica. De organisatie stelt dat de invoering van deze belastingsvorm een grote invloed zal hebben op de gemeenschap. Ze vindt daarom dat de regering alle relevante inzichten meeneemt bij de totstandkoming van de BTW. Deze belastingsvorm zal vanaf volgend jaar ingevoerd worden. De officiële opening van het seminar is gedaan door DNA-voorzitter Jennifer Simons. En volgens haar kan er creatief beleid losgelaten worden op belastingen. Ze merkt op dat dat bereikt kan worden door goede voorlichting, communicatie en transparantie. Eigenlijk is er een hele scala aan mogelijkheden dat met belastingssystemen en belastingmaatregelen zou kunnen worden gebruikt, bereikt, als we erover willen nadenken van tevoren. Maar eens heeft een collega van mijn DNA gezegd, ja we zijn belastinglui. We pakken het even gewoon bij al die mensen die een baan hebben, no? loonbelasting, en die grote bedrijven die het willen betalen. Dat is in feite wat ik vandaag vooral wil meegeven. We gaan praten over belastingwetgeving en natuurlijk denken we dan voornamelijk aan de BTW, wat nu op onze agenda is. Maar ik wil het heel graag dus eigenlijk breder neerzetten vandaag aan het begin van deze conferentie, deze activiteit. We hebben namelijk een belastingsysteem dat het dus inderdaad voornamelijk heeft gemunt op onze inkomens en onze lonen. En waarbij de rechtvaardigheid soms zo zoek is. DNA-voorzitter Jenny Simons. Tijdens het seminar hebben de fiscalisten Roy Reger en Milton van Brussel uitgebreide uitleg gegeven over BTW. Hierna volgde een paneldiscussie. Roy Chamnera, voorzitter van SFB, benadrukt dat de belastingsdienst goed gestructureerd moet worden. Hij is van mening dat er een goed belastingssysteem ingebouwd moet worden. Omdat wij zoveel natuurlijke hulpbronnen hebben, waar er dus behoorlijk wat overheidsinkomsten komen, uh, is de neiging om op een gegeven moment achterover te leunen en te denken van, weet je, monie, ik kon toch. Dus, liebden, chimang, of liebden, trawang. Uh, maar, als dat op is, dan hebben we niet een systeem opgezet waar wij... Uh, Duurzaam verder kunnen gaan. Dus het is goed dat je op een gegeven moment kijkt wat je moet doen om die belastingdienst uh, beter te maken. En in landen in ontwikkeling duurt het proces drie tot vijf jaar, want je moet het succes organiseren. En het succes is dat we een begrijpelijke wet hebben, die duidelijk is, die iedereen begrijpt. Het succes is dat we in de uitvoering. Zoveel mogelijk, en dat is in ons land ook een grote uitdaging, in alle hoeken van het land tot effectieve uh, uitvoering kunnen komen. Het succes is ook dat we de grote verandering gaan plegen. Dat de mensen die in dit land wonen klanten zijn van de overheid. So, je moet ze bedienen, want dat is het succes van belastingheffing. Alles Roy Reiger en daarvoor Zaghi Roy Shamnerijn. Ze spraken vandaag tijdens het seminar dat de Surinaamse Federatie van Belastingsadviseurs, SFB, heeft gehouden. Het thema van deze activiteit is fiscale wetgeving als basis voor duurzame ontwikkeling.